Mevrouw, u komt bij de bibliotheek vandaan. Dat klopt. En dat doe ik al weken. En wat heeft u daar gedaan? Ik heb mijn gereserveerde boeken opgehaald die ik thuis via de computer gereserveerd heb. En die kan ik dan ophalen als ik bericht heb gekregen. En hoe gaat dat precies in zijn werk? Alleen mijn pasje maar te laten zien. En dan haalt een medewerker de boeken uit de kast. Die stempelt ze voor me af bij het apparaat. En ik krijg mijn boeken met een bon. En dan kan ik weer naar huis. Kan ik lekker lezen. En wanneer weet u wanneer de boeken opgehaald kunnen worden? Ik krijg een mailtje als er wat voor mij klaarstaat, wat ik gereserveerd heb. En elke dag tussen 11 en 1 kan ik dan bij de bibliotheek komen om ze op te halen. Sinds wanneer heeft de BIEB deze service? Ja, dat is al een aantal weken weer. Ik durf niet een exacte datum te zeggen, maar dat is al een aantal weken weer. Ja. Weet u of er veel gebruik van wordt gemaakt? Nou, soms staat ze hier tot de hoek in de rij. Dat weet ik wel. Ik ben hier wel eens op zaterdag geweest dat ik echt een poos in de rij moest staan. Ja. Dus ik heb wel het idee dat het in een behoefte voorziet. Ja. Wanneer verwacht u dat de bibliotheek weer gewoon open is? Ja, ik verwacht eigenlijk niks. Ik zou het liefst gisteren hebben. Maar ja, ik hoop heel hard dat straks per 2 maart dat soort dingen ook weer gewoon kunnen. Dat we gewoon kunnen snuffelen tussen de boeken. Want dat is toch fysiek aanwezig in een bibliotheek? Daar gaat het om. Voor mij wel. Maar ik ben van oorsprong ook bibliothecaris. Dus ik heb iets met in de bibliotheek zijn. En dit is voor mij heel beperkt. Ja. Dat ik alleen maar even binnen mag lopen om wat op te halen. Hoe lang verwacht u nog dat u de boeken online moet boeken en laten ophalen? Nou ja, zodra de bibliotheek wel weer gewoon open gaat, dan kan je weer gewoon boeken ophalen. Dus ik hoop heel hard dat dat per 2 maart is. Maar op zich is het al fijn dat het zo kan, hoor. Dat we in ieder geval iets kunnen lenen. Ja. En zijn veel mensen daarvan op de hoogte? Ik denk de bibliotheekleden zelf wel, want de bibliotheek heeft dat wel gecommuniceerd naar zijn leden. Dus ik verwacht eigenlijk dat mensen dat wel weten. Maar ja, je weet het nooit. Hoe vinden de bibliotheekmedewerkers het contact met de mensen in deze omstandigheden? Dat weet ik niet. Ik ben niet bibliothecaris in deze bibliotheek, dus ik weet het niet. Ik denk dat het voor hun heel beperkt is en dat het ook lastig is, want ze blijven heen en weer lopen tussen de kast en de mensen. En het is natuurlijk heel vluchtig. Ja. Je kunt niet even met iemand een praatje maken over wat hij gelezen heeft. Maar enig contact is nog steeds beter dan geen contact. Precies. En boeken thuis is het allerbelangrijkste. Dus dan maar zo, maar dan kan u in ieder geval lezen.